Hans, kan je nog eens uitleggen wat je bedoelt? Waarom mensen, als ze van alles van je willen weten, waarom ze dat doen om hun ongerustheid weg te nemen? Want ik snap die ongerustheid niet. Ja, ik ook niet zo goed, maar wel vanuit het perspectief. Dat ze het prettig vinden om een soort rond verhaaltje van je te maken wat past binnen de gangbare normpjes. En zodra we beginnen af te wijken van die gangbare normpjes, worden ze daar zenuwachtig van. Maar waarom worden ze daar dan zenuwachtig van? Omdat ze dan niet meer goed weten wat ze aan je hebben en waar ze je moeten plaatsen. En op een ander level kan het zelfs zijn dat als iemand vrijheid begint te vertonen, dat dat refereert aan hun eigen onvrijheid. En dat ze dat niet prettig vinden. De term viel al toen Heidegger en Erich Fromm werden aangehaald, de angst voor vrijheid. Dus mensen hebben een angst voor vrijheid en een zoeken naar vrijheid in zich. Die conflicteren met elkaar. Nou, als iemand neigingen van vrijheid begint te vertonen, dan wordt dat conflict geactiveerd. En dan hebben ze liever dat de boel weer bekend is. Dus het komt voort uit een gevoel van onbehagen over het onbekende. Yes. En als ze het niet makkelijk kunnen plaatsen, vinden ze het heel lastig. En misschien ervaren ze het dan als bedreigend. Yes. En je hoort heel vaak van, bijvoorbeeld als mensen ineens gaan verkassen, dat van, nou, ik zou dat niet durven. En heel vaak hoor je dan ook van, eigenlijk zou ik dat ook wel willen. Eigenlijk zou ik ook wel een heel ander leven willen, maar ik durf niet. Dus degene die wel een beweging maakt richting vrijheid op een praktisch level of op een spiritueel level, raakt aan dat conflict. En dus zal er een neiging zijn om proberen dat te neutraliseren. Wat ze dus niet voor jou doen. Pardon? Wat ze dus niet voor jou doen, maar voor zichzelf dan. Vandaar dat ik altijd maar roep van iedereen doet alles voor zichzelf. Ja. Dus een ander verontrust mij. En dan moet ik dus zien die ander te veranderen, zodat mijn verontrustheid ophoudt. Oké. Dus een andere uitspraak is dat op het moment dat mensen niet in staat zijn to control their emotions, they try to control your behavior. Als ze niet in staat zijn hun eigen emoties te beheersen, gaan ze jouw gedrag proberen te beheersen. Zodat zij weer rustiger worden? Yes. Oké. Want stel dat ik twijfelloos geloof in een bepaald normensetje. Ik geloof daar echt twijfelloos in. Mm. Waarom zou ik het jou dan op moeten dringen? Ik weet dan 100% zeker dat mijn normen waar zijn. Ja, dus eigenlijk maar gaan ze Maar als ik twijfelen. Eraan twijfel, dan moet ik het gaan proberen. Ja, en doordat jij anders gedraagt, gaan zij twijfelen. En dat willen ze dus niet. En dat moet geneutraliseerd, want dat maakt ze onrustig of kwaad of angstig. Daarom heb ik me altijd verwonderd over lui die beweren overtuigd te zijn van het bestaan van God en hun opdringerige gedoe. Als jij dat heel erg zeker weet, dan doet het er toch verder niet toe? Nee. Dan valt er toch niks te klagen of te manipuleren of weet ik veel wat. Of op te dringen of te vervolgen. Dat is een teken van onrust en al dat geschreeuw erover ook. Als ik iets zeker weet, hoef ik er niet over te schreeuwen en hoef ik het andere niet door de strot te duwen. Nee, want daar ben je er rotsvast zeker van. Voilà, en dan zal ik er hooguit iets over zeggen als iemand er iets over weten wil. Van nou, ik zie dat zus en zo. Vandaar dat ik vaak roep van dat ik in het wild over deze dingen nooit praat. Want als een ander iets anders wil zien en hij stelt mij geen vraag en hij heeft hier geen interesse in, waarom zou ik hem dan opdringen? It's none of my business en het is onfatsoenlijk. Ja. Oké, dankjewel. Is dat dan ook een beetje hetzelfde van, je confronteert hun met hun eigen leegheid, wat ze niet aan willen kijken of zo? Nou, leegheid gaat wel heel ver, maar in ieder geval waar de verhaaltjes rammelen.
daar wordt op gewezen en dat vinden we niet prettig. Dan krijgen we een cognitieve dissonantie en dan worden we gedwongen onze waarden en normen te herzien. En daar hebben we helemaal geen zin in. Ja. Ja, check. Dus het moet allemaal gedempt en het moet allemaal van, nou wat ik zei, van het liefste van een duidelijk omschreven baan. Ja, zodat het niet uit elkaar valt, precies. Voldoende geld verdient, bij voorkeur dat je een relatie hebt die nog te begrijpen is. En dan is het goed. Ja. Ik maak mij bezorgd om jou. Ja, dan denk ik van ja, maar dat is jouw bezorgdheid. Het gaat niet over mij. Je maakt je bezorgd over jezelf. Om je eigen kaders. En je zit het mij op te dringen. Ik vind het onfatsoenlijk. Hou je zorgen en je gedoe bij jezelf. Dan vraag je af waarom jij er zo druk om maakt of ik wel of niet in een bepaald bakje pas. Ja. Dus ook gelijk twijfelen over jouw intelligentie. Ja, en dan blijkt van... Kleineertje. Ja, precies, precies. Het is wantrouwen. En een raar geloof dat er maar één schabloon zou zijn wat goed is. En het rare geloof dat er één schabloon zou zijn die voor al die individuen even goed zou zijn. Precies. Dat is totaal bizar. Ja, zoals je bij een vacature ziet. De perfecte... Ja. Het is gewoon irreëel en... Thanks. Komt de angst voor vrijheid en de wil voor vrijheid, komt die volledig uit de ego en daardoor uit de mind? Nee. Er zitten ook gewoon simpele biologische componenten in. Vandaar dat ik vaker roep, we zijn een product van honderden miljoenen jaren evolutie. En die apensoort die wij zijn, het is een sociale apensoort, dus dat we de neiging hebben om de anderen in de gaten te houden en niet te veel af te willen wijken, dat is gewoon een survival dingetje. Tegelijkertijd, we leven niet meer in het oerwoud. Dus die biologische puls kan nog wel komen van oeh, ik moet niet te gek gevonden worden. Anders kan ik uitgestoten raken of aan lager wal raken of iets dergelijks. Maar zeker in een verzorgingsstaat als hier. Je moet wel heel erg je best doen om te verhongeren. En er zijn zoveel mensen, je ontkomt niet aan sociale interactie. Dus heel veel van die in feite natuurlijke of biologische impulsen, die zijn betrekkelijk overbodig geworden. Waarbij het nog komt dat alles een beetje is opgedeeld in groepjes. Dus stel dat je gewoon een tijd lang fungeert in een groep van welverdienende, weldenkende mensen enzovoorts. En op een gegeven moment doe je dat niet meer. Nou, dan val je vrij snel uit die groep. Dan zie je ook van dat vriendschap vaak niet zo ver gaat. Want alleen als je binnen een sociale, bepaalde sociale kleur past, dan krijg je support. Nou, maar dan verhuis je naar een andere groep, laten we zeggen je gaat kraken en zo. Nou, dan merk je dat daar een andere scene is, die er ook allemaal normpjes en waarden. Het is niet vrijer dan dat andere hoor, ze hebben alleen andere normpjes en waarden waaraan voldoen moet worden. En nou ja, maar goed, dan kun je daar aansluiting aan vinden. Dus het is erg moeilijk, met andere woorden, die vrees die wij hebben van dan kom ik alleen te staan. Het is verdomd moeilijk these days om alleen te... bestaan, helaas. Dus eigenlijk zeg je, ermee een gedeelte gebeurt gewoon. Het is niet alleen in het hoofd waar het bedacht of gemaakt wordt, maar er zit ook een soort flow in de interactie als mens in. Dus... Ja, en het zijn emotionele signalen, hè? Wij denken dat we de meeste beslissingen nemen vanuit de ratio, maar de meeste beslissingen nemen we emotioneel. Dit is te spannend, dus ik doe het niet. Dit is te afwijkend in sociale context, dat ga ik niet zeggen. Dat zijn geen dingen die je bedenkt, dat zijn gewoon emotionele impulsen van oh tot hier en niet verder. En dat is oké. Die kunnen wel opgerekt worden overigens door ervaring en je
Als je eigenheid toeneemt, dan ga je vanzelf minder bang worden voor eventuele repercussies. En de grap is, in mijn ervaring in ieder geval, het valt allemaal reuze mee. Ik dacht ook dat ik uitgekotst zou worden. Al 25 jaar is het bekende feit dat mensen naar mij toekomen door mijn rariteit. Dus... Had het net over cognitieve dissonantie. Ik had last van de koei van een cognitieve dissonantie zelf. Namelijk als wel opgeleide oudste dochter. Doe je netjes wat er in de samenleving van je verwacht wordt. En als je dat niet doet, dan gaat iedereen jou heel raar vinden. Ja. In de fase waar ik nu zit, de kaarten lijken geschud, de dia's worden een film en ineens kun je met afstand ernaar kijken. En dan denk je, wait a minute, waarom ben ik nooit boos geweest? Waarom ben ik nooit, waarom heb ik nooit met walging naar dingen gekeken? En door die afstand te kunnen zien, het deels ook te voelen. Ik voel het lang nog niet altijd, als een soort naijling, soms wel. Mm-hmm. Nu ook bijvoorbeeld. Maar het is wel doorgezaagd. En ik heb een enorme rugpijn en een spierpijn. En alles in mijn lijf doet zeer. Maar ik besefte dat komt daardoor. Nou, het is soms pijnlijk om te voelen, maar ook grappig hoe... alles in je lijf, omdat dat gewoon spiergeheugen is, toch dat reflex wil doen. Maar natuurlijk. Dan moet je inderdaad blijven staan. Ja, weet je, en die reflexen die hebben nog een voordeel van dat we ook weer niet te ver doorslaan. En dat we dus meestal in een aantal stappen de beweging naar die eigenheid maken. De radicaal losgeuren is ook weer niet per se nodig. Nee, of zeggen dat het voor altijd is. Ook dat. Dat vind ik een hele radicale. Mensen om me heen zeggen, ja, maar dan breek je toch. Dan zeg ik, nou, dat is nee, niet. Nee, ik geloof zelf ook niet in dichte deuren. Het kan zijn dus dat ik iemand de deur wijs, om het zo te zeggen. Maar het kan ook zijn dat in de loop der tijd de hele energetische constellatie verandert en dat het contact hernieuwt. Dat is prima. Ja. En dat zal dan betekenen dat er hier iets veranderd is en aan de andere kant ook, zodat die akkoorden weer samenklinken. Dat is prima. Ja, precies. Maar in het ontwikkelen naar los van anderen, voelen waar je zelf staat, is dit dus nu een belangrijke. Ja. Maar ik bedoelde hem ook niet te zeggen als fundamenteel voor altijd. Right. Nee, maar niks is voor altijd. En daarom. Dat is goed om te onthouden altijd. Dat is wel voor altijd. En we kunnen dus ook heel goed zien in zo'n veranderingsproces wie werkelijk onze vrienden zijn. Dat zijn namelijk degenen die het veranderingsproces zullen toejuichen. Ook als ze je daardoor kwijtraken. Dan zijn het echte vrienden. Dat is dan een woord als liefde waard. Van ik wil dat jij optimaal jij bent, ook als het betekent dat ik je nooit meer zou zien. Dan denk ik van, yeah, thank you. En de meeste mensen, ja, zo, ik zeg dat vaker, dat zijn kennissen. That's it. En je laat je toch niet door kennissen ringeloren. Je hebt zo weer nieuwe, als je niet oppast. Wat ik daar ook heel erg in zie, is het enige wat pijn doet daarin, is de aanname van het zou zus of zo moeten zijn. Anders is het gewoon beweging. Yes, exact. Ik heb nu dat ik mijn zus haar bruiloft sta ik niet bij. Schandalig. Ja, nou, I don't give a shit. Maar het is inderdaad van, loopt mijn moeder een paar keer te, please, ja, kom toch. En... ja, waarbij nog komt van... als ik niet naar een bruiloft ga of niet naar een verjaardag, betekent het niet dat ik niet geef of hou van degene yeah, aan wie exactly. Ik niet naar dat feestje ga.
Ik zie alleen liever mensen gewoon één op één of in een kleine setting, want dan kun je tenminste wat dieper, als er al gepraat moet worden, doorpraten. Ja. Ik heb dat liever dan constant in clubjes rond te hangen. Vooral als dat een groep mensen is waar ik niet zoveel bij voel. Dus dan ga je naar een verjaardag, omdat je geeft om figuur A, maar dan staan er 20 omheen. Ja, ik heb daar niks mee. Misschien dat er één bij zit dat toch nog leuk is. Ja. En dan sta ik dus basically tussen 20 mensen gewoon met 2 mensen te praten. Nou, zie je tijd te liever met 2 mensen. Ja. Tenzij in België, maar dan zijn er allemaal leuke mensen. Ja. En daar hoef ik nooit bij op de verjaardag te komen. Dus het leuke is van, als je zo'n beetje door het leven gaat, dan zie je gewoon dat er een basissetje normen en waarden zijn. En dat is helemaal niet erg dat die er zijn. Het is ook helemaal niet erg dat men probeert ons daarin te passen. Want voor de meeste mensen is het werkzaam. De eigenheimers, de vrijheidszoekers, zullen op een gegeven moment merken dat het te knellend is. En zullen zich eraan onttrekken, maar die hebben een beetje die druk van de anderen ook nodig om die eigenheid te laten opstaan. Dus we hoeven daar geen, wil ik daarmee zeggen, slachtofferverhaal van te maken. Van ze hebben mij zo tegengehouden. Natuurlijk. And they had to. En dat is prima, want daarmee kan je bewijzen of je sterk genoeg bent om weerstand te bieden aan de algemene teneur en de trekkracht en de manipulaties. Die heb je nodig. Dus ik ben blij dat ze geprobeerd hebben mij in een vierkant doosje te stoppen. Dat gaf me de kracht om daaruit te willen. Dus, thank you very much allemaal. En veel plezier ermee. En wat als een vrijheidsstrijder nou anderen in vierkante doosjes wil stoppen? Dat kan niet. Dan is het geen vrijheidsstrijder, maar een ideoloog. Een ideoloog is het dan. Iemand die voor vrijheid gaat, zal nooit een ander voorschrijven hoe die moet zijn. Het gaat niet samen. Dan is het een politicus of een terrorist. Ik wil dat een ander optimaal zichzelf is. Ook als die daardoor van dingen gaat houden waar ik niks mee heb. Dat is niet relevant. Het moet geen kloon van mij worden. Jouw akkoord moet optimaal klinken. Nou, als ik daartoe bij kan dragen, zal ik dat doen. Maar ik ga jou niet zeggen welk akkoord het moet zijn. Dat is het verschil met, voor mij in ieder geval, Advaita en religie. Die schrijft je voor hoe je moet zijn, Advaita nooit. Die zegt alleen, wees jezelf. Daarom heb ik er een hekel aan, ook als spirituele mensen. Anderen gaan zeggen, je moet dit en je moet dat en je moet zus. Dan bewijzen ze dus niet spiritueel te zijn en dan bewijzen ze niks begrepen te hebben. Bij mij is het eigenlijk, sinds ik hiermee bezig ben, dat de contacten juist alleen maar beter worden. Dat je? De contacten worden alleen maar beter. Goed. Ik ga nog met dezelfde, op mijn manier om, met wie ik voorheen omging. Alleen ik voel me er zelf veel relaxter in. Goed. En de reactie erop is ook, ja, dat gaat dus gelijk op gewoon. Yes, bij mij ook. Er zijn er een aantal uit beeld verdwenen, maar ik heb gewoon zelden moeite met mensen. En waarom? Omdat ik niet meer innerlijk corrupt ben. Want het lag niet aan die anderen, maar het nodigde mij uit tot oneigenlijke handelingen. Daar had ik een hekel aan, niet aan die anderen. Nee, precies. Want dit, er is ook een groep die heel veel samen klit. En die vragen mij nog. En ik zeg, nou, ik denk 90% nee. En als ik ja zeg, vinden ze het leuk dat ik er ben. Ja, en right, dus het is, het is juist heel eenvoudig eigenlijk. Ja, dan heb je dus in ieder geval mensen om je heen die die eigenheid aanvaarden. En dat is mooi. Ik herken dat. Ja.
Zo was dat toen ik nog wel eens af en toe naar een verjaardag ging. Ook iedereen was eraan gewend dat ik dat niet deed, of een andere bijeenkomst. Nou, een enkele keer kwam het me voor de kop dat ik zin had om toch te gaan. Misschien maar een uurtje. Iedereen vond het fijn en als ik er niet was, ja, ook best. Ja, precies, ja. Dank u, dan ben ik vrij. En zo ook met familie ook, ja. Ja, cool. Ego in ons denkt ook altijd dat als ik echt mezelf ga zijn, dat dan niemand me meer moet. Maar dat valt wel mee, hoor. Er zitten namelijk ook altijd mensen tussen die zoiets hebben van... Oh, ik ben zo blij dat jij authentiek bent, zou ik maar zeggen. En die daardoor ook zich uitgenodigd voelen. Is wat meer te zeggen of te laten zien of op een ander level dingen in te steken of over andere dingen te hebben. Maar die dorsten misschien een tijd lang niet van... Die waren misschien innerlijk ook met dingen bezig, maar ja, in dit groepje zeggen we dat dan maar niet. Zodra er één wel begint, voelt de andere zich ook uitgenodigd. En een paar voelen zich misschien bedreigd en nemen de benen. Well, so be it. Ja, misselijkheid gaande. En ik heb het gevoel dat er door hier te zijn, in energie te zijn... Waar je er misselijk van wordt. Ja. Oh. Ja. Een walgelijke vertoning. Walgelijk, ja. Nee, dat het sociaal wenselijke, dat heb ik ook heel sterk. Jo. Echt als echt de super pleaser. Echt, maar ja, goed. Dat roept mijn eigen walging op. En ik denk dat het een beetje losgetrild raakt of zo. Ik weet niet, ik denk dat het gewoon op energetisch of fysiek ook wat gebeurt. Dus niet, de neiging is bij mij ook wel om het allemaal te willen volgen, om het wel te snappen, maar eigenlijk het werk gebeurt hier. Ja. Dus, ja. Nu je zo'n carrière achter de rug hebt van pleasen, daar ben ik wel even in geïnteresseerd in die zin. Van, merk je nou eigenlijk dat die mensen die je dan loopt te pleasen ook de hele tijd gelukkig zijn of zo? Of ze gelukkig zijn? Ja. Worden ze daar gelukkig van? Of? Nee, ik denk eerder dat ze misschien geïrriteerd raken of dat ze me... Ja, weet ik veel, een beetje... Ja, wat ook kan, wat ik wel eens gezien heb, is dat die anderen daar dan aan wennen en er gewoon van uitgaan. Dat zo'n pleaser dit en dat wel doet. En dus het wordt dan vrij snel als een stuk meubilair gezien. Ja, precies. Je wordt niet meer gezien, omdat het aanpassen is zo sterk dat je niet meer tevoorschijn komt. Je wordt een functie. Je verlaagt jezelf eigenlijk tot een functie die je precies op tijd met de thee aan komt zetten en weet ik veel wat, dingen uit handen nemen. Ja. Dus soms zit iemand met iets in handen en dan, hey, waar ben je nou? Weet je wel, krijg je dat soort gedoe. Ja, oké, bijna zover, ja. Het is heel interessant, maar mijn constatering in ieder geval is, het werkt niet. Wat ik aan het bekijken ben is, wat zit daaronder? En dat is natuurlijk een angst. Ja. Om er niet bij te horen, om niet mee te mogen doen, exact. Om afgewezen te worden, om ja, het is echt een sterke angst, ja. Kortom, we doen dit voor onszelf, om onze angst eronder te houden. Ik vind het echt super shit. Ja, het is echt zo stom gewoon. Nee, het is niet stom. Het is menselijk. Alleen op een gegeven moment groeien we tot een punt dat we inzien dat het gewoon onwenselijk is. Het is menselijk, maar onwenselijk. En het werkt niet. Want ik word er niet veilig van. Ik raak mijn angst niet kwijt om eruit gegooid te worden. Dus ik moet maar blijven. Ik ben constant de boel aan het bezweren eigenlijk. En het werkt niet.
Want anders zou je zeggen van nou, je doet een jaartje of drie pleasen en dan ben je veilig, vrij en gelukkig en kun je je eigen ding doen, maar zo werkt het niet. Een enorme kramp die een beetje los gaat komen. Je kunt ook blij zijn, het hoeft niet meer. Nou, het zijn oude tranen. Yes, goed. Ook helemaal niet erg. Dus wat zou je tip zijn? Hoe kan ik dit komende dagen, want ik weet zeker dat het weer opkomt. Gewoon dit onderwerp in de gaten houden. Maak het je hoofdthema. Oké, hoofdthema. Maar dan niet hier, maar daar. Nee, precies. Het belangrijkste thema. Ja. Gewoon, en dus waar het om gaat is dat we het onderscheidingsvermogen ontwikkelen wanneer het adequaat is of kloppend om een hand toe te steken en wanneer niet. Want heel veel van onze zogenaamde hulp helpt helemaal niet. Dat is ook nog een keer een probleem daarbij. Maar ja, je bevestigt iemand in zijn patronen eigenlijk. Yes. En die hou je dus op die manier in een kindermodus. Ja. Dus ik kijk liever gewoon naar wat werkelijk helpend is. En dat is soms niets doen. En iemand gewoon eens een keer met zijn neus tegen de muur laten lopen. Want ik kan wel bezig blijven met kussentjes ervoor leggen, maar... Het zou handiger zijn als hij ziet wat een muur is en dat er een mogelijkheid is om op tijd te stoppen. Dus heel veel van de hulp, heb ik al vaker gezegd, is basically enabling. En dan voed je iemand in zijn inadequate handelen. Dat is geen hulp. En het is sowieso niet echt hulp, hoewel het soms gunstig uit kan pakken, als ik alleen maar handjes toesteek, omdat ik zelf anders zo onzeker word. Ja, tuurlijk. Want dan help ik helemaal niemand. Ik probeer mezelf te helpen. Ja, het is een houvast zoeken. Verkoop het dan als, goh, kijk, mij is sociaal zijn. Ja, ik verkoop of verkoop ik het aan mezelf en aan de anderen, van ja, ik doe zoveel voor anderen. Mm-hmm. No, you don't. Dus gewoon houvast zoeken. Yes. Het zijn bezweringshandelingen. Dus gewoon daarop letten. Van je kunt merken wanneer je uit je midden gaat om daar, daar proberen een probleem wat hier zit op te lossen. Looking for yourself where you're not. Noemen wij dat. Okay, dus angst voor de pijn eigenlijk, waardoor ik het doe. Of angst voor de... Yes, en voor, het hoeft niet eens zulke dramatische termen te zijn, maar een... Zo lijkt het wel. Een onbehagelijkheid in ieder geval. Ja. En steeds geneigd om overal iets te willen doen. Manipuleren. Ja. Ja, verklaart wel de misselijkheid. En dat is dus goed. Een beetje walging hebben we in dit proces nodig. Voor naar binnen. Ja. Om te herijken. Herijken. Mm-hmm. Ja, daar gaat het om. Het zwaartepunt. Yes. En dan verhuizen we niet naar antisociaal, maar naar adequaat. Wanneer wel, wanneer niet. Timing. Juistheid. Yes. Ja, goed. Het heeft iets aangeraakt. Nou, mooi. Beetje een soort shock, merk ik. Nog een keer. Wat is er eigenlijk veel conflict in mijn leven? Ah. Mm-hmm. Ook met anderen.
En niet eens zozeer dat er zichtbaar conflict is, maar er is bij mij conflict in contact. Maar ik dacht net ineens, zou het ook zo kunnen zijn dat ik gewoon mijn afwijzing voor zit te zijn? Dus ja, dat is mogelijk. Dit hele circus kan namelijk ook dat ik eerder zeg maar in dat afwijzingsding dat ik een soort van helemaal onderuit ging. En nu sta ik gewoon een soort van op de barricade, lijkt. Mm-hmm. Dus er is nu ook een beweging gaande, echt de andere kant op. Hè? Dus waar zit mijn eigenheid? Maar dan moet af en toe wel gemapt worden. En niet eens dat ik dat echt doe, maar wel naar mensen toe, zeg maar wel soms voor mezelf, weet je wel. Dat ik even back off gewoon, weet je, dat ik gewoon kwaad ben. Dus het is ook woede gewoon mag ineens komen, wat daar helemaal onder is gehouden. Dus misschien, dacht ik, is het ook wel een soort van herijken. Ja. En is die klepel die eerst een beetje te veel zo ging, die gaat nu een beetje te veel aan de andere kant op. En ben ik een soort felle donder af en toe. Wat er altijd al in zat, maar wat gewoon ook onderdrukt is. Maar het voelt ook een beetje, ik zou ook verlangen naar gewoon vanzelf. Terwijl bijna het voelt soms in contact gewoon niet vanzelf. Omdat er zoveel spanning is hier vaak ook. En dan die hele periodes van gewoon heel veel alleen. Ja, dat doet me, ik heb daar geen moeite mee. Maar de interactie hebben we ook nodig. Ja, ook, dat voelde ik ook zo, van ook om te leren. Want nu ben ik een soort van mijn eigen conclusies aan het trekken. En mijn eigen waarheden aan het pretenderen. Of in mijn hoofd in ieder geval. Maar ja, dat klopt helemaal niet, weet je wel. Nee, dus in de interactie kunnen we testen. Of klopt wat we bedacht hebben. Of de innerlijke toestand zo stabiel is als we dachten. En dat is gewoon mooi. En wat we soms merken is van dat als we in contact onzeker worden of net uit ons midden gaan, dat we dan naar buiten de kritiek geven. Dus de neiging tegen de ander, terwijl, ja, maar het komt niet door die ander. Ik liet mij verleiden om te veel uit mijn midden te gaan. Dus hoe meer ik het bij mezelf kan houden, hoe beter het is. En het ook niet te erg te vinden als we een keer uit onze slof schieten. Want laten we ook duidelijk hebben van dat als er een verbinding tussen mensen iets waard is, dan kan het best eens een keer een beetje geknetter verdragen. Dat klopt. Weet je wel, zo erg is het nou ook weer niet. Nee, dus met een paar mensen is dat ook totaal geen issue. Maar ik voel, maar er zit ook een soort dat andere randje aan van, ik voelde wel hoe sterk die energie is van die afwijzing. Dacht ik, oppassen, want eerder was het misschien een soort van onderuit gaan. Maar in het meer eigen worden kan ook een soort van meer vast komen te zitten in dat gelijk, zeg maar, gaat zitten. Ja, en dan wordt het hard. Ja, en dat is wat ik een beetje aan het voelen ben. Het wordt soms hard en dan denk ik, dat klopt niet bij mij ook. Nee, dat klopt sowieso niet. Nee, überhaupt niet? Nee. Precies. Nee. Er zit een verschil tussen duidelijkheid en hardheid. Ja. Ja, dan is het dicht en het is statisch. Het leeft niet. Verbeterheid voel ik dan ook. Ja. En dat kan best eens eventjes opkomen, maar dat hoort niet te lang te duren, idealiter. Maar het is ook belangrijk om gewoon een beetje back off. En wat ik heel goed aan vind, is gewoon opnieuw bekijken. Dat hele veld gewoon opnieuw bekijken. Kijken wat daarbij gesteld kan worden. Daarmee te experimenteren. Maar oppassen dat er niet te veel geïdentificeerd wordt. Als de ruimte eruit gaat, dan moet je alles mentaal, emotioneel gaan proberen te doen. Dat gaat niet. Dan kom ik bij die valkuil waar ik zie dat ik vaak in ga ik psychologiseren en analyseren. Ja. Ja. En dat is wat ik ook vanochtend zag ineens met mijn werk. Dat voelen, ik moet hier weg, dat er al veel langer is. En dat altijd andere soort controlegreep is geweest. En dat zit bij mij heel erg in het psychologiseren, analyseren, uitdiepen, noem maar op. Dus dat is leuk. En dan kunnen we daar dingen even over opschrijven. Van oké, op dat level denk ik dat het zo zit. Back off. Hoe ziet het eruit vanuit dat perspectief? En dan zul je zien dat er heel veel van die zinnen gewoon in het water vallen. En misschien zijn er één of twee bevatten iets wat zinvol is. Maar vaak zijn die verhaaltjes te vierkant. Ja. Ja. Ja, dat is wat ik ook een beetje voel. Het is een soort vierkante energie hier aan het worden. Ja. Terwijl, ik wou zeggen rond. Het is veel ronder. En lijkt meer op water. Ja, ja. Goed, ja. Ja, goed. Okay.
All right. Thanks. Heel goed.